Hallo! Hallo! Vandaag, jongens, zijn wij weer aanwezig in map van de kijker. En nu ik toch woord aan het maken ben, Sebastiaan, pindakaas, aardappel. Robin, wil je ook een woord zeggen? Ja. Dat was het. Oh, ja. Visjes, visjes, visjes. Mooie visjes, visjes, visjes. Hallo! Vandaag gaan wij weer map van de kijker spelen, jongens. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel! Robin, laten we even de regels voorlezen. Hallo, makkers van plakkers en open toos. Hey, Toosie. Ja, 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 ja. Wij hebben nog eens een map gemaakt. Ik hoop dat jullie een leuke map vinden. En de kijkers mogen zoals altijd een score achterlaten in de comments. Jongens, jullie mogen inderdaad aan het einde van deze video een score achterlaten van 1 tot 10. Wat jullie van deze map vonden. Ik moet zeggen, de mapmakers zijn echt monsters. Die maken zulke goede map. Toch, Toos? Ja. Ze hebben erover gedaan. 174 uur, 43 minuten, 3 seconden en 19 milliseconden. Zoals gewoonlijk. Heel veel tijd. En de regels, die gaan wij wel even lezen. Shoutout naar Jhond Games, genaamd Jelmer. Fhond Games, genaamd Verre. En Zwolf Games, genaamd... Zulu. Zulu. Oké, laten we beginnen in 3, 2, 1... Verhaal! Oeh, Robin, we zijn in een huisje... beland. Wat doen we hier? Oh, Knecht! Hallo! Hier, Max en Robin, zijn jullie thuis? Nee. Ja, we zijn thuis! Oh. De koning verwacht jullie wapens en al meegebracht. Oh, de koning, Robin. We zitten in ons zwembroek. We hebben helemaal niet omgekleed. Hoe lang hebben we ons voorbereid? Gewoon zo snel mogelijk. Robin, ik zie je. Kom, Max, we nemen onze wapens en eten mee. Wie weet wat die gekke koning ons weer laat doen. Oké, go, 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 go. Robin, snel. Trek je kleding aan. We kunnen niet in onze onderbroek zwembroekje hierheen. Dus doe snel je kleding aan. Toch wel. Neem je wapens mee. Ik heb een boekje. Er staat niks in. Oké, nee, dat is een dagboekje. Die kunnen we meenemen. Ik neem mijn boekje mee. Hoe laat is het? Laat genoeg. Even kijken of mijn bed is opgemaakt, dan... ik weet niet of dit mijn bed is, hier is brood. Maar, ik neem ook eten mee. Zo, hoppakee. Oh, ik wil hier is brood. Ook allemaal eten, Robin. Beneden, ik moet naar de keuken. Oh ja, sorry. We moeten snel. De gekke koning wacht op ons, Robin. Waar is de keuken? De knecht staat hier. Oh, hier. Oh, ik neem mijn konijnenvlees mee. Heerlijk. De koning wacht. Nee. Jawel. Sorry, knecht. Sorry. Hallo, knecht. Robin, het koning... Hoe kijk die windmolen? Wat? Hij beweegt. Ja, dat is wel vaker bij een windmolen. Ja, trouwens, sorry. Het is middeleeuwen, dus de eerste keer dat ik dat zie. Ja, dat snap ik. Wat vet. Zou dit het koningshuis zijn? Brievenbus van de koning. Die is leeg. Oh, dan mag ik helemaal niet kijken. Hoe de koning eruit ziet. Mep. Echt een mep. Hallo. Echt een beetje... hij lijkt op Miep van Phineas en Ferb. Oké, komt ie. Ah, jullie zijn er dan toch geraakt. Huh? Jullie zijn er dan toch geraakt. We zijn geraakt inderdaad. Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik jullie geroepen heb. Heel misschien wel, ja. Oké, ik heb een quest voor jullie. Oeh. En dat is... Robin. Oh ja, sorry. Het duistere rijk heeft tegenwoordig te veel kwade daden gedaan. Ik vermoed dat er een nieuwe heerser is en geen goede. Dus ik wil dat jullie de nieuwe heerser verwijderen. Huh? Maar... Huh? Jullie moeten naar de duistere poort en spreek hem aan. En is dit gevaarlijk? Dat is objectief. Maar ik ben zeker dat jullie heel sterk zijn en dit aankunnen. Oké, Robin, we moeten de duistere... Wacht. Oké, bye bye. Veel geluk en plezier. Robin, plezier. We moeten de duistere heerser vernietigen. Gaan we kijken, wat is hierboven? Oh, kijk, geslacht door koning. De koning heeft iets geslacht, Robin. Oh. Laten we even kijken wat er zit hierin. Dat zou niet voor niets zijn. Hey, de mapmakers zijn klein. Ik wist niet dat ze zo klein waren. Echt waar? Ja, dat is echt een kleine mannetje. Hier. Oh. Laten wij de duistere heerser verslaan. Kijk dit dan. Wow, wat zijn dit goede details. Ze tillen hem. Lukt het nog? Brievenbus van Pursley. Oh, de karakters zijn niet alweer. Ze zijn terug. Oké, laten we... Wacht nog even. Hebben we hier een link? Dat is nog niet nodig. We moeten eerst naar de... Oh mijn god, daar is het sowieso. De duistere heerser. Zijn basis. We hebben hem gevonden, Robin. Wat staat hier? Hey. Wat? Zit hier iemand in het ijs? Nee, wie is dat? Weet ik niet. Oké, laten wij eerst even naar de duistere... Zou dit sidequest zijn? Nee, ik denk niet dat het sidequests zijn. Ik denk dat, dat we één groot verhaallijn hebben. Dat weet ik zeker. Ik kan nog niet een simpele ingang spotten. Wat is dit? De vishoek. Maar misschien dat we via de iglo erin kunnen hier. Zou dat een manier zijn hoe we dit kunnen doen? Nee, er zitten wel allemaal dingen hierin. Maar ik denk dat ik dan te vroeg of te hard van stapel loop als ik nu al hier wil. Hey, jij daar! Hey, laat zeker even weten in de reacties wat je tot nu toe van deze aflevering vindt en welk karakter je het leukste vindt. Vergeet niet te liken. We gaan voor die 4500 likes en abonneer. Doei! Hier ga ik verder met boter. Boter. Robin, ja. Ik heb even rondgekeken en ik kan nergens een ingang vinden wat ik wel heb gezien. En daar wil ik jou mee op avontuur nemen. Dus wie weet moesten wij helemaal niet de sneeuwbiome in. Want er is hier, als wij onder de bomen doorlopen, een prachtige tovenaarstoren met weet ik wat allemaal. Heel gebied. Maar wat werd er gezegd? We moesten de duistere poort. En waar is... Dit ziet er duister uit, maar er is niet echt een ingang. En kijk dit, we zijn in Sprookjesland ineens. Hey, gezellig, gezellig. Ja, we zijn ineens in Sprookjesland. Kijk, een kikkertje hier of zo, wat is het? Een slak, denk ik. Oh, we hebben hier boter en Ash die gaan trouwen. Oh, dat komt. Dat zijn verhaaltjes voor later, Robin. Ja, wat leuk. Ah, leuk dat we alles ingang. Al... Kijk, kijk. Komt ie, hè? Kan dit een duistere poort zijn? Hé, hey. Hoe moeten we dit... Oh. Ja, oké, terug naar huis. Open. Huh? Doei. Robin, we kunnen niet zomaar opgeven. Oké, dan. Sterfelijke, hoor mij. Ik heb gehoord van uw wil om mij te openen. Ik zal voor u openen. En alleen als u 12 goede daden voltooid. Alleen zo weet ik dat jullie het kwade op de troon kunnen verslaan. Oké, dus wij moeten goede daden doen. Jeetje, dit wordt nog wel een lang avontuur, Robin. We moeten 12 goede daden doen voordat we deze poort kunnen openen. Voer 12 goede daden uit. Robin, ik zag je gelijk al iets leuks. Ash en boter gaan trouwen. Wat leuk. Dus hey, krokodil. Een krokodil. Goed gedaan. Ik denk dat het doel nu voor ons is, jongens, om deze hele map verspreid 12 goede daden te doen. En dan te kijken of de poort... Waarom gaan deze twee nou weer trouwen? Ik weet niet wat ze heen gaan. Zij kon niet zingen. Hij weet ik niet eens meer. Voor de mensen die het afvragen, deze karakter zag je ook in de vorige video's van Map van de Kijker. Dus die moet je zeker even kijken. Maar laten we eerst even kijken wat ze willen. Oh, dat ziet er feestelijk uit. Zie, wat gaat er gebeuren? Ik en Boter gaan vandaag trouwen. Oh, wat is het spannend. Toch Snoopy Poepie? Snoopy Poep. Ja, dat klopt. Boter zit heel hard te blozen. Zouden jullie misschien niet voor ons kunnen doen? Een stuk taart als beloning. Ja. Perfect. Oh. Wat is het dat jullie nodig hebben? We wouden al onze vrienden uitnodigen voor de bruiloft, maar we hebben helemaal geen tijd meer. Zouden jullie deze brieven alsjeblieft kunnen rondbrengen? Dat is goed, geef ze maar hier. Perfect. Ze zitten in deze kist achter ons. Oh mijn god, we moeten naar iedereen toe. Oké, Robin, ik pak de helft, pak jij de andere helft maar. Oh nee. De koning mag ook eentje. De koning mag ook komen? Ja, okay, de koning mag ook. Gaan we opsplitsen of gaan we het samen doen? Opsplitsen. Oké. Ik ga Bob zoeken. Oh nee, maar we mochten niet opsplitsen. Dat stond in de regels. Oh, inderdaad. Ah, dus laten we eens Bob zoeken. Of gaan we lopen rond en kijken wie we vinden. Dat is wel een goeie, toch? Ja, dat is goed. Laten we even in deze toren. Sowieso iemand in de toren. Vast wel iemand in die toren. Hé, bewoogt die slak nou? Die slak beweegt. Dag. Wat? Gasten, gebeurt zoveel in deze man. Dit is een slakkenspoor, dit. Dat is grappig. Brievenbus van de oude man. Moesten we het gewoon achterlaten in de brievenbussen? Of... Ja, ik denk het wel, toch? Ja, want iedereen heeft een... Oude man. Ja, die heb ik. Oh, als hij weer met zijn worstenbroodjes komt, word ik echt boos. Dan word ik echt heel boos als die oude man weer worstenbroodjes wil. Die poort is trouwens gewoon basically een gezichtje. Miep. Maar... Weer zo'n miep. Ja, ik vind het leuk om goede daden te verrichten voor iedereen. Robin, ik voel me dat... Hé, Pursley staat hier. Pursley. Huh? Maar Pursley we moeten wel naar de brievenbussen. Ja, maar misschien kunnen we het ook gewoon geven zo'n Pursley, of niet? Nou, dat weet ik niet. Nou, want hier is het huis van... De brievenbus van Pursley. Oh, dat doen we het wel gewoon daarin. Is dit hem? Ja. Huis van Pursley. Je bent uitgenodigd op onze bruiloft Pursley. Hij zit erin, maar er gebeurt niks mee. Oh, oké. Hij zit erin. Oké, dan gaan we gelijk hier overal mee kijken. Dit was ons huis. Wie woont er tegenover ons? Niemand. Oh, wacht, de koning. Ik heb de koning ook. Doe de koning gelijk, ja. De koning. Dag. Die verdwijnt wel gelijk. Die verdwijnt wel. Misschien moeten we... Ja. Oké, de volgende. Mubbert, die woont ernaast. Ik heb die van Mubbert. 1 en 2. Hoppakee. Arthur. Arthur die had ik ook volgens mij. Ja, Arthur doen we er ook in. Hoppakee. Oké, mooi. Wie woont er dan in de sneeuw? Wie woont hier? Jessica. Die heb ik ook. Hoppakee. Kijk, en ik heb de brievenbus van Plop en Prot. Plop en Prot zijn terug vanuit de gevangenis. Waarom gaat die bij mij wel weer weg? Huh? Doe jij ze er dan eens in? Hier, kom. Jessica dan. Jessica. Hoe kan dat nou? Ik heb er al 3 gedaan en die gingen er wel. Oh, wie woont hier? Destiny. Destiny. Die heb ik ook. Ja, die gaat ook weer weg. Wie heb jij nog over? Ik heb nog Bob en that's it. Ik heb Midney. Midney en Bob. Wonen die hier misschien? Nee, hier woont niemand. Ik denk aan de andere kant. Hier hebben we er nu een paar gehad en daar hebben we er een paar gehad. Misschien toch in de toren. Oh nee, daar woont de oude man. De oude man. Hey, pst, hierboven. Oh, wie is daar? Giegel. Wij hebben gehoord dat jullie allemaal goede dingen aan het doen zijn. En wij hebben een klein verzoek. Max, dit zijn zeemeerminnen. Zeemeerminnen. Inderdaad, Zeemeerminnen. Landloper. Zullen jullie ons verzoek aannemen? Ook, we moeten er toch nog wat, hè? Laten we dat ook. Ja, precies. Ik bedoel, we hebben nog wel, daar over de horizon achter ons bevindt zich het Pirateneiland. Het zit daar vol met piraten. Oh jee, ik zie hem inderdaad. Het Pirateneiland. Ja, en zij hebben een waardevolle drietand van ons gestolen. Oh jee. Is dat waar of liegen jullie? Dus wij willen vragen dat jullie die voor ons gaan halen. Maar hoe raken we daar binnen? Hoe raken we daar binnen? Er is een geheime grot onder de vulkaan. Als jullie daardoor zwemmen, dan komen jullie in de vulkaan uit. Dan moeten jullie niet over het eiland. Ik zie het zwemmen. Ik hou niet van zwemmen. We kunnen jullie betoveren, zodat jullie even onder water kunnen ademen. Ah. Inderdaad, dus klaar voor? Wacht, moeten we nu? Wat, nu? We moeten de brieven nog versturen. De bruiloft. Oké, dan trouwens, maar we moeten de brieven nog versturen. Blazen een kusje. Hoe lekker! Ja. Oh ja, snel, we moeten. Let's go. We moeten naar die grot daar. Wat is goed bedacht weer. Zeker weer de blazen kusjes naar ons. Hoe daar lekker. Is de grot, Robin. Ik zie hem. Onder water blijven. Wat? IV? Ja, hier. Dat is een pijl. Je bent geen zeehond of een dolfijn. Wist je dat mensen 10 vingers hebben? Nee. Oh, nee. Deze kant op, Robin. Nee, hier staat een pijl. Ja, daar zit ook een pijl. Oh, nee. Oh, goedemorgen staat hier. Oh, 5 minuten. Een slak kan 3 jaar slapen. Okay. Oh, dat is lang. Het is niet hier. Oké, hierheen dan. Dat staat er. Wat is dit? Hier is toch niks. Of toch wel. Okay, laten we de dingen overhalen. Kijk, hier is niks. Helemaal niks. Nee. Oké, en door. Vleermuizen slaan altijd linksaf. Oké, vleermuizen slaan altijd linksaf. Goed om te weten. Oké, dan gaan we hier linksaf. Hoi, jij zei net hoi. Goedemorgen. GM. Oh, hier kun je van ademen. Oh. Maar ja, dat hebben we niet nodig. Dat is niet nodig, inderdaad. We hebben een kusje gekregen. Lange gang hier. Ik ben ik en jij bent jij. Wat zijn het? Hier is niets. Ga maar weg. Het is friet, geen patat. Dat klopt. Het stond dat er. Even zijn er, Robin. Oh, dat is mooi. Waarom stonden er zoveel nutteloze bordjes overal? Oké, we zijn er. Laten we ze niet alarmeren. Oh, nee, inderdaad. Hatsjoe! Sorry. Oké. Wat moesten we hier ook weer doen? Oh, de gestolen drietand moesten we terugstelen. Wat is dit? Een lever. Een lever, oké. Waar kan je die op plaatsen? Kun je hier omhoog via de... overal op. Oké, waar zijn we dan? We hebben hier dit, allemaal kisten. Ja, ik denk niet dat er veel nuttig is. Ik ga gewoon kijken wat hier allemaal boven is. We zijn in de vulkaan, maar weet je wat ik heb gezien? Waarom ziet deze vulkaan er zo raar uit van binnen? Ja, dit is gewoon een bewoonde vulkaan. Maar weet je wat ik gezien heb? Ik heb tijdens het zwemmen zag ik een goldblok ergens. En ik denk dat we daar misschien wel... Kijk eens boven je. Sorry. Kijk eens boven je. Ik zie je naam, wat ik heel verontrustig vind. Gerrit! En over Gerrit! Oké, maar ik denk dat we met die sleutel, dat is de sleutel die we hebben, op dat goldblok die moeten plaatsen. Oh, natuurlijk! En dan moeten we ook nog opschieten ook. Oh, nog 2,5 minuut. Waar kwamen we eruit? Hier, schiet op, erin. Go. Oké, en dan hier rechts. En dan hier rechtdoor. Daar, plaats hem. Dat kan natuurlijk niet, want het is onder water. Dat kan natuurlijk niet. Je kan hem heel snel overhalen. Oké, ik spamklik. Plaats hem. Er gebeurt niks. Laten we gaan. Oh, maar ik moet hem wel hebben, denk ik. Oh, maar we moesten daar wel gewoon heen. Hier is dus helemaal niks. Wat staat hier? Stof dat je vindt in het puntje van je broekzak heet gneur. Echt? Ja. Heet dat gneur? Je zit fout. Oké, ik ga toch wel terug naar boven. Maar mensen en bananen hebben 50% hetzelfde DNA. Nou, top. Ik wilde altijd al weten dat ik een banaan was. Een 4-jarig kind vraagt 475 vragen per jaar. Nou, ik denk wel meer. Oh, Robin, ik snap hem. Kom eens terug hierheen. Ja, maar ik ben de hele andere kant op. De olifant is het enige dier dat niet kan springen. Auw. Er zijn nog meer dingen die we nodig hebben. Redstone, een lampje. We hebben van allemaal soort blokken nodig. Die gaan we denk ik in deze ruimte vinden. Stof in huidcellen bestaat voornamelijk uit dode huidcellen. Op met je feitjes. Het loopt hier dood, maar er is wel iets. Namelijk niets. Nou, hij heeft heel gelijk. Ik ben van alles aan het zoeken, maar ik heb nog niks gevonden. Gewoon allemaal redstone dingetjes moeten we weer vinden. Ik heb redstone. Ja? Het zit ook in de ovens. Oh nee, echt. Godverdamme. Ja, ik heb redstone lamp gevonden. Oh, redstone hier. Even kijken, wat hebben we dan nog allemaal nodig? Anders ga jij ze verplaatsen. Ja, ik heb die andere dingen ook al geplaatst. Oh, die heb je al geplaatst, oké. Ik moet de redstone hier in het hoekje. Huh, maar jij hebt ook al redstone geplaatst. Ja, klopt. Huh, maar die heb ik ook. Oh, ja, maar dan moet er nog één. Oké, dan deze en dan de lamp. Dan missen we alleen nog een repeater en een... Hoe heet zo'n ander ding? Een comparator. Ja, die missen we alleen nog. Oké. Oh, wauw. Ik heb de comparator. Waar zat die? Verborgen. Waar? Achter de painting helemaal beneden. Oh, maar je hebt gewoon geklikt op een painting. En dan open. Nee. Nee, ik... ja, dan moet je even kijken. Hallo. Oh. Ah, oké. Dus sowieso zit die laatste dan ook achter een peting. En ik gok hier, nee, hier, nee. Die zit sowieso boven achter een peting dan. Ik heb hem. Oh mijn god, hij zit gewoon in een barrel beneden. Gewoon in een normale barrel. Nee. Hij zit gewoon in een normale barrel. Gadverdamme, daar één. Oh, ik plaats hem nog eens verkeerd. Plaats jij maar. Eén, tweeën. Wat gebeurde er? Ik hoorde een pingeltje. Ging er boven. Oh, de ladder is hier ineens. Moet je zien. Oh, oh kijk, Max zijn ladder. Oh ja, die zag ik helemaal nog niet. Nee, inderdaad. Wat goed voor jou dat jij die zo zag. Dank je. Okay, oh jee. Waarom? Oh mijn god. Nee, met Gerard zelf. Nou, wat heb je te zeggen? Huh? Ben jij de piratenkoning? Ja, daar ben ik. Problemen mee. Nee, dat moet je wel goed zeggen. Ja, dat ben ik, ja. Moet problemen mee. Je voeren, meneer? Gerard. Waarom zijn jullie hier? Oké, nou, een bende zeemerminnen heeft ons gevraagd om hun bestolen drietal terug te brengen. Ja, dus mogen we die misschien hebben, Gerard? Ja, is goed. Ik vond het toch een lelijk ding. Dat is het gewoon zo. Je geeft hem gewoon zomaar op deze manier. Wil je het moeilijk hebben of zo? Nee. Nee, bedankt. We zijn weg. Bye. Oh, dat was hem ook gewoon. Dankjewel, opa Gerard. Ah, het was oké. Hier is jullie drietand. Jullie geven de drietand gooi naar hun steen. Nice. Zeer bedankt, nieuwe helden van het land. We zullen dit niet vergeten. Inderdaad, veel geluk met jullie reis. Dat komt helemaal goed. Kijk, Robin, ik laat zien hoe het moet. Zo, kijk. Zo, dat is goed genoeg. Ja, we kregen in ieder geval +1 goede daad. Ja, dus dat is mooi. We hebben onze eerste goede daad afgerond, jongens. Yeah! Nu laten we deze bruiloftbriefjes even rondbrengen. Wat is dit? Is dit het? Oh, dit is de molen. Woont er niet iemand in de molen? Ik denk het niet. Het zit vast aan het kasteel. Hé, hey, hier staat Bob. Waar is Bob? Een stukje verder lopen. Bob staat een stukje verderop. Maar waar? ja, je bent er bijna. Oh, daar. Hallo. Oh ja, Bob houdt van diamonds. Dat was het. Oh, wacht. Ik drop hem wel gewoon aan hem. Oh. Dat meen je niet, dus dan moeten we Midney ook gewoon... dan denk ik dat we... Wat is dit? Een Eye of Ender. Ook al. Dus de tweede. Okay. Laten we dan die gewoon droppen bij degene die we wel kunnen vinden, weet je? Bij wie die niet in het dingetje gaat. Hier. Arthur moeten we dan ook vinden. Dan moeten we Mubbert moeten we ook vinden. Wie is dit? Die heeft geen naam. Nee, hier staat ook iemand zonder naam. Waar is Midney? Hebben we Midney al gezien dan? Nee, en Arthur en Mubbert heb ik ook niet gezien. Oké, ik heb die van Jessica, Mubbert en Arthur heb ik eruit gehaald om te kijken of we die opnieuw dan erin kunnen stoppen. Oh, wat gebeurt hier? Jezus, er gebeurt echt veel hier. Pursley staat hier dan. Pursley hadden we wel, hè? Oh, hij is van Midney. Die woont... Oh, die woont hier. Die woont boven Plop. Oh. Daar moet je heen. Daar moet je die van Midney erin stoppen. Oké, wacht. Ik kom eraan hoor. Maar ik heb het briefje uit Pursley's ding ook even gepakt. Ja. Want die staat hier ook los. Dus... Ja, maar die pakt hem ook niet op. Die pakt hem niet op? Nee. Nou, dan moeten ze wel terug in de brievenbus. Maar laten we het gewoon proberen. Als we deze gedaan hebben, dan hebben ze volgens mij allemaal, toch? Pursley, ik heb Midney. Ja, jij hebt Bob dan. Oh ja, die heb je gegeven. Ja, doe die bij Midney hierboven. Dan geef ik de rest ook alweer gewoon. Midney, papa. Heb je hem erin gestopt? Ja. Oké, dan stop ik die andere er ook even in. Maar dan moeten we eigenlijk alleen Bob's huis nog vinden. Robin, ik heb Bob's huis gevonden. De laatste. Dus 1, 2. Hoppakee. Nice. Dat zou dan de laatste moeten... Oeh. Ja. Ga naar de bruiloft. Het is zover, Robin. Ik kom eraan. Zou iedereen er al zijn? Of... Iedereen is er al. Hé, kijk eens. Wow. Kijk, de oude man is er ook. Zelfs de oude man is er. Hier staat de knop. Welkom allen. Wij zijn hier vandaag om het huwelijk van de jonkvrouw Ash en de jongheer Boter te vieren. Jonkvrouw Ash neemt uw Boter tot de wettige echtgenoot door dik en dun, door welvaart en harde tijden. Ja, ik doe. De mensen staan te kijken in spanning. Oh, jongheer Boter neemt u Ash tot uw wettige echtgenoot door dik en dun, door welvaart en harde tijden. Ja, ik doe. Boter bloost. Dan mogen jullie de deal sluiten met een kus. Oh, gaan ze kussen? Oh, hartjes! Bloos nog meer dan ik kust. Geweldig, tijd voor taart! Wij kregen de taart! Yes! Woehoe! Ik vind het wel jammer dat Destiny en Midney niet konden. Ja, dat is heel jammer. Dat is heel jammer, ja. Ze zijn altijd al slecht geweest. Ze zijn dood, Max. Ze zijn dood door een vliegtuigcrash. Oh, sorry. De menigte begint te juichen en te lachen. Het feest is begonnen. Plop is nog maar een keer. Maar is dit dan het verleden? Is dit voor de vliegtuigfest gebeurd? Nee, dat kan niet. Ja, maar Plop is nog maar een kindje en die leeft nog met zijn vader Prot. Plop zat in de gevangenis. Hij is nog maar een kindje hier. Plop en Prot. Ze vindt het uit, ja. Oké, nou dat is al 2. Nog 10. Jezus, nog 10. Oh mijn god, nog 10 goede daden moeten we doen. Zullen we naar de tovenaarstoren gaan? Ja, we gaan naar de oude man. Ja, want ik heb al zo'n vermoeden. Dat we weer iets met, als het weer worstenbroodjes zijn. Oh, offertafel. Oké, laten we naar boven gaan. Offertafel? helemaal vol. Ja, weet ik niet, maar laten we naar boven gaan. Dus je moet wel van boven naar beneden vallen. Dat mag jij doen dan. Dan ga jij je offeren, oké? Of dan gaan we de oude man offeren. Oh ja, is het daar? Weet ik niet, maar het is even komt zien. Waar gaat het helemaal heen? Dit is ook weer zo'n klein torentje. Oh, dit is helemaal niks. Oh, mooi. Dan kan ik hier naar boven. Ah, de oude man, daar staat hij. Ah, echt? Ah, machtig als hij altijd al is geweest. Oh, dit is niks. Oh, hier staat... Ja. Knop klikken, doe maar. Hoppa! Huh, wat doen jullie aan mijn toren? We komen vragen of we iets goeds voor jou kunnen doen, ouwe man. Heb je iets of zo? Ja, zeker. Ik had daar niet meer gegeten. Nee. Weet je, al mijn lievelingsworst en broodjes zijn op. Nee. Toch denk ik ben er een paar kwijtgeraakt aan mijn torens. Maar och ja, oké, dan zullen... Wow, een grote sappig worst en broodje. Bedankt. Vreemde man, laat mij even koelen. Huh? Wat bedoel... Huh? Oh, nee! Is dit een frigo? Nee, oude man, dit is geen worstenbroodje. Dat is mijn vriend, hij moet mee terug. Dat is mijn vriend, oude man, alsjeblieft. Max, die oude tovenaar is gek van de honger. Hij zegt dat hij nog een worstenbroodje was in het huis. Vindt en red mij snel, het is hier zo koud. Ik moet worstenbroodjes zoeken in het huis, zodat jij bevrijd kan worden. Je zit in de koelcel vast. Oh, god, dat meen je. Gast, ik ga snel worstenbroodjes zoeken, Robin. Ja, doe dat nou. Wat leuk dit. Dit vind ik echt leuk. Nee, dit is niet leuk. Wat is dit? Oh, geheime plek. Een worstenbroodje. Ja, ik zie toch niks. Oké, ik heb hem. Ik heb het worstenbroodje. Moest ik er meer meenemen of maar eentje? Oh, ik heb hem gesloopt. Waarom zit ik nou in de koelkast? Hij denkt dat jij ook een worstenbroodje bent. Wacht, hij wilde er meerdere, toch? Nee, eentje. Eentje was goed, er zit daar wel een kist namelijk. Wacht, ik ga en dan moet je hem naar de onderste offertafel brengen, hè? Oké, wacht, maar eerst ga kijken wat dit is. Alleen hier kom ik niet onderdoor. Kan ik niet al de kist openen? Ja. Wat is dit? Je zit verkeerd. Oh mijn god. Zo mijn best gedaan. Ik heb het worstenbrood. Moest ik hem naar de tafel brengen om te offeren? Ja. Weet je het zeker? Ja, schiet nou maar op. Ja, ik ben onderweg. Oké. Koud. Komt-ie. De offertafel. Boom. Oh, ik denk dat ik hem gewoon in moet doen. Boom. Boom. Oh, ik heb hem geofferd. En nu? Robin, ben je vrij? Oh, ja. Ja, gelukkig. Ik ruik worstenbroodjes. En deze ruiken veel beter dan die grote in mijn koelkast. Ik ben vrij, yes. Oh. Hey, is dat eten? Ja, één goede daad hebben we gedaan, Robin. Is iemand eten? Zo lekker. Bedankt, vreemde mannen. Oh, mijn god. Oh, hij heeft hem weer open gedaan. Hier zit hij dat in. Ja, bij dat ijsje en bij dat vlees. Ik wil hier weg. Ik wist dat hij een worstenbroodje had. Pas op, en dan stond ik ook nog in mijn zwembroek. Wel met mijn armen aan, maar dan ook nog in mijn zwembroek. Slechte outfit gekozen om een zwembroek aan te doen vandaag. Ja, ik was gewoon een ijslolly eigenlijk. Nou. Vrijheid. Laten wij zoeken naar een nieuwe volgende daad. De goede daad die we kunnen doen. Ik vind dit zo leuk, hè, die slakjes hier. Met dat slakjespoor. Ja. Zo leuk gedaan. Even kijken, waar gaan we naartoe? Ik heb iets vreemds gezien in het bos. Dat is wel leuk. Dan gaan we een keertje weg hier. Volgens mij is hier ook niks meer, maar... Wat heb jij gezien in het bos? Ik zag iets vreemds. Nou, twee dingen. Hier staat Pursley. En hier staat een of andere brandstapel. Oh, ze gaan iemand verbranden! Nee! Maar of gaan we... Hé, jullie, laat hem met rust, joh! Schavuiten! Waarom zouden we? Deze man is een slechte tovenaar. Ja! En waarom zou dat zo zijn? Waarom zou hij een slechte tovenaar zijn, jongens? Nee. Hij kan niet praten. Hij heeft zijn stem uitgewisseld voor duivels en krachten. Dat kan nooit. Is dit dan niet Mubbert? Dat is Mubbert! Dat is Mubbert, inderdaad. Als jullie hem niet vrijwillig laten gaan, dan zullen we het... Oh, dat zeg jij. Dan zullen we het zelf moeten doen, jongens. Psh, alsof jullie dat kunnen. Steek het vuur aan. Nee. Oh, nee. Jullie slaan ons uit elkaar. Oké. Mocht dit wel? Dit mocht toch niet? We slaan ze in elkaar. Waar is Mubbert? Huh? Dank u. Oh, Mubbert. Oh. Graag gedaan. Wij moeten maar eens verder. Wees voorzichtig. Oh, juist. Nog veel geluk verder. Mogen jullie een lang en gelukkig leven leiden. Oh, we hebben Mubbert gered. Robin, ik heb hier wel een paar hoofden. Maar ik kan het even droppen. Oh, wat ben ik blij dat we Mubbert hebben kunnen. Waarom kan Mubbert niet praten? Ik wil echt de backstory van Mubbert weten. Omdat hij geen mond heeft. Ah, dat verklaart het. Oké, Robin, ik heb hier een mannetje gezien. Kijk, deze. Ik weet niet wie dit is, Link. Zie je? Die heb ik ook. Hallo, Link. Wat heeft hij? Hallo, kunnen we misschien ergens mee helpen? Je ziet er nogal bezorgd uit. En dat is met varken, Robin. Dat is weggelopen. Het was mijn lievelingsvarken. Wij zullen hem thuis brengen, toch, varkenlientje? Ja. Ik denk dat hij in het bos zit. Hij zal niet naar een ander stuk zijn gegaan, toch? Hij haat de koude magie. Ergens in het bos, dus kom op, Robin. We gaan jou zoeken. Ik vind het leuk dat die meme terug blijft komen, dat ze jou varken noemen. Leuk, zeg. Hier ergens in het bos is Robin moeten we vinden. Ja, leuk. Zou die op een boom zijn geklommen, denk je? Nee, ik denk het niet, maar ga jij maar kijken. Ik ga op de bomen kijken, oké? Ik ben bij die brand staan, maar is hij gewoon in het bos? Hij zal niet naar een ander stuk zijn gegaan. Oh, dan zit hij gewoon in deze biome in ieder geval. Wow, ik kan van hier helemaal heen kijken. Het duistere gebied. Spoiler alert. Hoe ziet het eruit? Heel duister. Oh, daar is hij! Ik heb hem! Hij staat aan een boom vast met een touwtje. Robin! Oh. Ik neem je wel mee. Maak je geen zorgen, Robin. Ah, we hebben hem. Hij heet ook echt Robin. Gaan we niet te geloven. Hoe gaan we gewoon deze kant. Hallo, meneer. Hé, wie is dit? Dat is een duistere meneer. Duistere ding. Nou, dan loop jij maar voor, hè. Kom maar oversteken, Robin. Kan wel zwemmen, toch? Ja, goed, kan ik zeker. Goed. Of had je het niet tegen mij? Ik kan tegen het varken. Oh. Oh, moet hem hoe moeten we ermee doen? Ik denk oh, hier is een hok. Ah, wacht. Pak jij de carrot? De carrot, ja. Oh, dit moeten we samenwerken. Kom maar. Hallo. Waar is hij? Oh, neem hem even mee. Hallo. Hier, ik heb een worteltje. Kom maar. Nee. Kom nou. Stom beest. Ja, nu gaat iedereen. Nee, ga erin. Robin. Ja. Ik hem nou hier droppen. Zo. Hou even. Nee, hou. Nee, dat werkt toch niet? Oh, ja. Dat weet je zelf toch ook wel. Wacht, ik ga hem duwen. Doe nu eens. Ja, kom. Nee, godsamme. Wat nou als ik er gewoon zelf in ga staan? Dat kan natuurlijk niet. Oh. Ga eens aan de kant. Ik heb een idee hoe ik het ga doen. Ga eens aan de kant. Kijk, ik heb het gedaan! Legit! Ja, zeker. Juist. Het varken is terug, inderdaad. Oh. Thuis. Niet. Ja, nou, nu gaat hij maar weer opnieuw. Hier. Oké. We hebben een goede daad. En nu? De volgende. Oh, nou, hij is klaar. Top. Zullen we naar Bob? We gaan even kijken of Bob weer een nieuwe diamond wil. En elke aflevering van Map van de Kijker, jongens, dan komt Bob altijd naar ons toe en zegt diamonds. En dan wil hij heel graag diamonds. Komt hij, let op, hè. Hij heeft waarschijnlijk niks anders te zeggen. Hallo, kunnen we jou ergens mee helpen, Bob? Misschien. En wat dan? De koning heeft mij gestuurd om dit huis te bouwen. Maar hij heeft me nog niet betaald. En ik heb al heel lang gewerkt. Hij had me 3 duimpjes beloofd. Bob kijkt heel droevig. Zou je dat echt doen? Hij heeft me 3 duimpjes beloofd. Dat kunnen wij voor je regelen. Bob. Wij kunnen wel 3 duimpjes regelen. Weet je misschien waar die 3 duimpjes liggen dan? Dan gaan wij hem gewoon betalen. Als ik dat wist, waar die 3 duimpjes liggen, ik zelf nog gehaald. Hij weet dat de koning ze in zijn kasteel heeft bewaard. Help mij de diamond zoeken. We zullen de diamond zoeken, Bob. Kom, Robin, we gaan de diamonds van de koning stelen. Dat is vast een goed idee. Ja, dat doen we inderdaad. Nou, dat is inderdaad een goed idee. De koning beroven in de stad. Dat is vast een heel goed idee. Ja, dat is... Oké, laat jij hem af. Oké, ik ga snel kijken. Miep, 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 miep. Hij heeft sowieso echt een kamer van de koning. Of zo, hier in de hoge toren. Ik weet het nu al. Nee, ik denk in deze hoge toren. Wat? Dat het hier is. Hier zit een kistje boven. Hé, ik heb 1 diamond. Ja, ze zijn verspreid dus. Ah, ik kan hem telkens net niet op tijd pakken. Oh jee. Ja, ik heb 1 diamond. Dat is de eerste voor Bob. Oké, dan ga ik hier naar boven. Ik volg. Oh mijn god, wat is dit kut. Wil jij dit alleen doen of? Ik zie daar namelijk de kist. Succes. Ik ga wel de andere kamers kijken. Ja, dat dacht ik al. In de molen ga ik kijken. Oh, daar is helemaal niks. Hoe gaat het met parcours? Heel slecht. Ja? Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Dit het slaapverblijf is van de koning. Leuk. Wat is er nog meer? Deze kamer zit op slot. Oké, daar kunnen we niet in. Hier is helemaal niks. Oh, we kunnen door deze kamer. Door dit schilderij kan ik naar de kamer die op slot zit. Ha! Ik heb hem! Juist! Oh, wat is dit voor duister. Er gebeurt heel wat duisters hierop. En ik denk dat er een of andere Satan wordt gesummend. Een of andere demonie hier. Oh jee. Ik ga er maar snel weer weg. Ik heb de diamond gevonden. Ik heb er ook 1. Dus we hebben er 3. We hebben er 3, hè? Laten we Bob blij maken met zijn diamonds. Hij was zo droevig. Je zag het aan hem. Ja, ik zag het inderdaad. Hij keek zo verdrietig. Oh, het is inderdaad alweer donker, jij. Die arme Bob heeft zo lang moeten wachten. Kijk hoeveel hij al zijn huis gebouwd heeft. Ja, het ziet er goed uit. Beweert hij. Bob, hier komt hij. 1, 2, 3. Alsjeblieft, Bob. Hier, je 3 diamonds. Je hebt ze verdiend, makker. Jullie geven de diamonds aan Bob en hij staart naar zijn verwondering. Ah. Dus dat is dat een goede daad, Robin? Ik denk het. Ja. Maar hij zegt ook gewoon niks meer. Het is gewoon... naar de diamonds. Hoeveel moeten we er nog? We hebben er volgens mij nu 5 of 6. Jemig. Oké, laten we kijken. Dat betekent dat we er nog 6 moeten. We kunnen naar die duistere man daar bij het water. Ik wil naar Plop. Ik wil Plop en Prot. Ik wil Plop en Prot bezoeken. Ja jongens, hoe dit verder gaat aflopen gaan jullie in de volgende aflevering zien van Map van de Kijker. Laat zeker even weten in de reacties hoe jij denkt dat dit gaat eindigen en wie het kwaadaardige persoon is in het duistere gebied. Vergeet niet te liken. We gaan voor 3000 likes deze video. Meer is altijd welkom. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Map van de Kijker, waar dit verhaal wordt vervolgd.